ze zoeken nog iemand die heel veel fan is van Slijf en die graag in een aflevering wil komen. En wij twee willen dat echt heel graag. Bedankt voor het kijken. We hopen dat we in de video komen. Doei! Nou, superleuk. Zullen we er gewoon heen? Ja. Ja. Meiden, wij komen jullie kant op. We hebben anderhalf uur gereden. En hier zijn we dan bij Jill en Linde. En zij gaan ons hun slijghobby laten zien. Ga je mee? Aanbellen? Ja. Ja. Hoi. Hoi. Wat leuk dat jullie hier zijn. Nou, dankjewel. Dankjewel. Komen jullie binnen? Ja, ja, graag. Kijk, dit is onze slijfverzameling. Wauw. Wat heb ik er veel? Jeetje. Ja. Is het allemaal van jullie? Ja. Ja? Ja? Cool. Mooi. En hoe lang hebben jullie dat al? Sinds Sinterklaas vorig jaar. Ja, en ik ben net begonnen, dus ik heb er nog maar twee. Oké. En hoe zijn jullie op het idee gekomen dat jullie dit gingen doen? Nou, we gingen gewoon een keer afspreken. Toen liet Jill me wat zien. En toen dachten we van, misschien is dat leuk voor een YouTube-kanaal. Ja. En toen zijn we begonnen. Ja, want we zagen het filmpje die jullie zeg maar op onze clip hebben gedaan. Dat is echt super cool. Was dat lastig om te doen? Want het zag er wel echt super moeilijk uit. Ja, het was heel lastig. Het was lastig om die poppetjes helemaal te bewegen op het ritme en zo. Ja, ja, want jullie hadden ook dat zagen van dat jump, zo precies elke keer op die telling. Ja. Ja. En ging dat in één keer goed of duurde dat wel eventjes? Nee. Ja. Daar hebben jullie ook een lievelingspaardje tussen zitten. Ja. Deze. Cool. Dus die is van jou, deze? Ja, dat is een tinker en hij heet Spike. Oh. En jullie hebben ze ook echt allemaal namen gegeven? Ja. Echt allemaal? Ja. Oké, cool. En dit is een trakkenner en deze heet Lena. Want weten jullie hoe ze gemaakt worden, deze? Dat wordt zeg maar met een soort van cement wordt het in een vormpje gegiet. Mm-hmm. En dan doen ze dat in de oven en als het dan weer gedroogd is, dan gaan ze het met de hand helemaal beschilderen. Dus allemaal worden met de hand allemaal gemaakt? Ja. Dat is knap. Wow. Want je ziet ook inderdaad hier heel mooi die... Maar gewoon ook al die details die ze kunnen maken. Ja, superveel details. Want bij sommige slijg hebben ze ook wat vergeten. Bijvoorbeeld als je twee van deze hebt, zeg maar, is bij sommige dit dan vergeten. Oh ja, dus ze zijn allemaal anders, omdat ze natuurlijk met de hand gemaakt worden. Dat is wel mooi, en dan heb je altijd een unieke. Ja, je hebt altijd een uniek inderdaad, ja. En je kunt zelf ook met een speciale verf, kun je ze ook als je het toch niet zo mooi vindt, als die beschadigd is, kun je hem zelf weer opnieuw verven en dan heb je weer een nieuw paard. Oh, okay. Cool. Dus je zou kunnen zeggen, ik wil deze nu helemaal bruin. Ja. Ja. Maar dat doe je natuurlijk niet, denk ik. Nee. Deze doen we helemaal bruin. Nee, ja, dat is anders. Als je een dubbele hebt, dan is dat wel leuk. Oh, ja, dan kan je bijvoorbeeld zwart en bruin doen. Ja. Wel grappig. Want jullie vragen dus heel vaak voor jullie verjaardag of van Sinterklaas of zo. Vragen jullie zo'n... Ja. En weten jullie ook precies hoeveel soorten paarden er zijn van slijg? Nee, heel veel. Want heel bij slijg is het... Als je zeg maar bijvoorbeeld deze koopt en je denkt van ik wil hem toch niet. Mm-hmm. Dan wacht je een jaar, dan zijn deze er niet meer. Er komen steeds nieuwe. Ja, elk jaar komen er nieuwe. En dan is iedereen helemaal blij van dat er nieuwe 2015 paarden bijvoorbeeld komen. Oh, ja. Oké, dus dan moet je dat het zo werkt. Ja, het is echt. Ik dacht, er zijn gewoon een paar poppetjes net als Playmobil. Ja, maar daardoor heb je superveel natuurlijk soorten. Want anders dan was je al, had je ze nu allemaal al gehad. Ja. Leuk hoor. En jullie gaan nu hier wel mee door? Ja. Ja? Ja. Ook samen wel? Ja. Cool. Okay. Want jij krijgt natuurlijk ook steeds meer erbij. Ja. Kunnen jullie bij elkaar gooien? En ik zie ook dat jullie zelf dingetjes maken. Ja. Ja. En kopen jullie dat ook zelf in? We kopen gewoon vilt en touw en zo. Ja. En dan gaan we dat maken. Ja, en ik heb ook een hele zak met stofjes en leer en die neem ik dan altijd mee. Ja. En dan... Ja. Dus dan gaan jullie gewoon een middagje gezellig gewoon... Ja, maar je steekt er wel veel tijd aan. Ja. Want ik zie daar ook een dekje liggen. Ja, inderdaad. Want hoeveel tijd doe je daarover? Of hoe lang? Een uur of zo? Ja, half uurtje of zo. Niet super lang. Maar als je wat lastiger doet, dan is het natuurlijk wel wat langer. Ja, je kan het natuurlijk zo moeilijk maken als je wilt. Ja.
Dus ja, denkt... maar het moet ook drogen en zo, dus dan pas kun je verder. Oké. Okay. Ja. Ik zie dat jullie daar ook zelf een soort van stal gemaakt hebben. Nee. Fjordenstallen. Wat leuk. Want deze hoort erbij ook echt, of niet? Ja. Die kan je ook kopen en die is speciaal voor slijg. Ja, want het past allemaal precies natuurlijk. Mm-hmm. Wauw. Stickers erop geplakt. Hindernissen zijn ons nooit te hoog. Ik spring op mijn paard. Jump, jump, jump. De waterbak die laat ons droog. Hé, hey, mee. Ja, zullen we... Ja, we hebben wat voor jullie, ja? We hebben niks gedaan. Kijk, nou maar, we hebben wat voor jullie. Wat het super leuk is dat we hier mochten zijn natuurlijk. En dat jullie het helemaal hebben laten zien. Ja. We hebben ook nog wat voor jullie. Ja. 3, 2, 1. Alsjeblieft. Dankjewel. Moet je even kijken of je op eentje past. Wil je ook zo'n leuk setje maken? Klik dan hier. Wil je op ons kanaal abonneren? Klik dan hier. En voor Jump, hier. Nou, meiden, hartstikke bedankt. Graag gedaan. Ja. Leuk. Ja. Nou, wij ook. Ja, bedankt voor alles, hè. Veel plezier. Bedankt voor het dekje. Ja, graag gedaan. Veel plezier met verder spelen. Ja. Dankjewel. En met jullie YouTube kanaal natuurlijk. Ja. Dankjewel. Nou. Doei! Mijn allergrootste vriend, voor altijd bij elkaar. We zijn nooit te breken. Voor jou door het vuur, dat noem je echte liefde. Dit kan niet.